ben ik begonnen met aandelen, met opties en dergelijke, met heel veel vallen. En altijd weer opstaan, hè? Zolang je volgens Mohammed Ali maar één keer vaker opstaat dan je valt, dan komt het helemaal goed. Dus ze zijn ook al gelijk, op het moment dat ze geboren zijn, gelijk zijn ze begonnen met beleggen. 90% van de particuliere beleggers is niet succesvol, omdat ze dus inderdaad zichzelf overschatten. Als je dan geld wil verdienen, dan moet je dus precies het tegenovergestelde doen. Moet je namelijk je winsten laten doorlopen en je verliezen afkappen. Op school mocht je nooit afkijken. Nou, nu mag je afkijken. Sterker nog, je moet afkijken. En het had een enorme schuldencrisis en het is opgelost met meer schuld. Dus dat betekent, je hebt een brand en je gaat blussen met benzine. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk. De podcast in Nederland waar we het heel erg graag en heel makkelijk over geld hebben. En het heel erg fijn vinden om daarover te praten. Om daarmee vooral jou nieuwe dingen te leren en jou te inspireren. We hebben het al over heel erg veel verschillende beleggingsmogelijkheden en opties gehad. Met name natuurlijk over mijn grote passie en dat is vastgoed, crypto, forex, allerlei onderwerpen die al aan bod zijn gekomen. Maar we hebben het nog niet echt gehad over aandelen en opties. Nou, het is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Of niet, Harm van Wijk van beleggen.com? Ja, absoluut. Ik denk dat het een onmisbaar onderdeel is in ieders portefeuille. Aandelen, ja, je moet zeker in deze tijd natuurlijk met een lage spaarrente, moet je gaan beleggen. En ik denk dat beleggen in aandelen is natuurlijk gewoon een van de oudste manieren om geld te verdienen. Dus ja, mag zeker niet ontbreken, denk ik. Nee, dus daar gaan we deze uitzending zeker voor zorgen. Wie is Harm van Wijk? Waar kunnen we jou van kennen? Nee, ik denk dat mensen mij een beetje kennen van de verschillende advertenties ook die ik draai op YouTube. Ik word al op straat herkend zelfs door een aantal mensen. Wat ik vooral doe, ik help mensen om geld te verdienen met aandelen en opties. Dat doe ik onder andere door middel van een boek, door middel van een software die ik heb ontwikkeld, door middel van coaching. En mijn website is beleggen.com, dus dat laat verder aan duidelijkheid ook niet veel te wensen over. Nee, zeker niet. En op persoonlijk vlak, getrouwd, kinderen? Ja, getrouwd, 2 kinderen. Lars en Sven, dus ze zijn ook al gelijk, op het moment dat ze geboren zijn, gelijk zijn ze begonnen met beleggen. Nou ja, vroeger jong geleerd, oud gedaan. Ja, ben jij steenrijk, Harm? Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je die definitie dan maakt. Hè. Dat laat ik aan jou. Ik ben geboren in een van de rijkste landen ter wereld. En binnen Nederland, zeg maar, behoor ik tot een van de rijkste mensen. Ik beleg in aandelen, in opties. Ik beleg in vastgoed, in goud, zilver, crypto's. Dus op zich, en ik voel me heel gezond. Dat is ook een hele grote rijkdom. Dus zeker. Ja, volgens die definitie ben ik zeker steenrijk. Ik ben geen multimiljardair. Dus als je het volgens die definitie doet, misschien weer niet. Maar ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Maar ik voel me in ieder geval heel rijk. Nou, dat is het allerbelangrijkste en het mooiste. En wat heeft een jonge Harm van Wijk, wat heeft hij allemaal geleerd of niet geleerd over geld? Nou ja, ontzettend veel. Ik heb in ieder geval, ik ben geboren in 1969 alweer. En ik ben opgegroeid in de jaren 70. En dat was met de oliecrisis. Dus je kon fietsen op de snelweg. Hè. In die tijd ben ik opgegroeid. Dus mijn ouders hadden het ook niet heel erg breed. En ik had me toen voorgenomen, ik wil niet dezelfde financiële zorgen hebben die mijn ouders toen hadden in die crisistijd. Dus ik ben toen bedrijfseconomie gaan studeren. Want ik wilde alles weten over hoe werkt geld. Hoe kun je geld verdienen. Dus ik ben bedrijfseconoom. En daar heb ik dus heel veel van geleerd. Ben toen ook, toen ik studeerde, ben ik begonnen met aandelen, met opties en dergelijke, met heel veel vallen. En altijd weer opstaan. Hè. Zolang je volgens Mohammed Ali maar één keer vaker opstaat dan je valt, dan komt het helemaal goed. Dus, Dus heel veel dingen heb je toen gezien van hoe je het niet wilde of hoe je het anders wilde doen. Maar in die tijd, wat zijn een beetje de dingen die je hebt meegekregen dan over geld? Waar heb je dingen geleerd als geld groeit niet aan de boom of op mijn rug? Of... Ja,
Nou, dat zijn wat beperkende overtuigingen die ik van huis uit meekreeg. Natuurlijk gewoon van het geld groeit ons niet op de rug. Hè. Zeker in die tijd was het natuurlijk. En daar ben ik ook wel heel druk mee bezig geweest. Om dat soort beperkende overtuigingen weg te nemen door middel van affirmaties. Hè, door middel van ervoor te zorgen dat je dus je beperkende overtuigingen kunt omzetten in meer supportive overtuigingen. Waardoor je op die manier niet meer denkt in schaarste, maar in overvloed. Ja, ik denk dat veel podcastluisteraars de term affirmaties wel kennen en hopelijk ook toepassen, maar voor degene die nu zoiets hebben van affirmaties. Ja, affirmaties is eigenlijk zorgen voor dat je je software die je in je hoofd hebt, dat je die op die manier gaat herprogrammeren. Dat is net een computer, je hebt bepaalde software geïnstalleerd en dat werkt of dat werkt niet. Nou, en dat kun je aan je bankrekening zien of het goed is of niet. Ja. En op het moment dat je gewoon naar je bankrekening kijkt en ziet gewoon van hé, daar kan nog wel wat, er is nog wat ruimte voor groei, dan kun je op die manier gaan werken aan een nieuw software, een software update, waardoor je je brein dus beter gaat werken. Dus jij zegt nu eigenlijk van ja, ook al heb je die beperkende overtuigingen van jongs af aan meegekregen en ben je zo geprogrammeerd, geen zorgen, want als je je daar bewust van bent, dan kan je dat gewoon helemaal herprogrammeren? Absoluut, absoluut. Ik ben er echt van overtuigd. Er zijn ook gewoon bewezen methoden voor om het te doen. Een van de boeken die mij heel veel inspiratie heeft gegeven is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Die is op die manier ook gewoon zegt van hoe je denkt bepaalt uiteindelijk gewoon wat je doet. En wat je doet bepaalt uiteindelijk je resultaat. Dus het begint allemaal gewoon met wat er in je brein gebeurt, in je geest. En alle goede ideeën die er ontstaan zijn, die zijn allemaal begonnen in je hoofd natuurlijk. Dus vanuit daar ga je natuurlijk op die manier aan de slag om dingen te realiseren, om dingen te doen en die vervolgens bepaalde resultaten opleveren. En hoe ben je zelf tot die inzichten of die kennis gekomen van affirmaties en boeken? Ben je daar zelf actief naar op zoek gegaan? Is dat toevallig op je pad gekomen? Ja, ik heb ontzettend veel boeken gelezen, onder andere Think and Grow Rich ik heb zijn naam even kwijt. Robert Kiyosaki. Dat boek ga ik binnenkort op de zwarte lijst van de podcast zetten, denk ik. Hij ligt hier ook boven op de stapel. Maar ja. die noemt natuurlijk iedereen. Dus ik ben vooral benieuwd buiten Rich Dad, Poor Dad, Rijke Pa, Arme Pa. Wat je andere boekentips zijn. Je noemde net al Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Ja. Heb je er nog meer waarvan je zegt, van, nou, als je je financiële kennis echt wil verbeteren, dan moet je dat boek gelezen hebben. Ja, dat is ontzettend veel. Want ik denk dat uiteindelijk is het toch gewoon een kwestie van herhalen. En misschien ook wel een hele belangrijke tip. Het gaat er niet om hoeveel verschillende boeken je hebt gelezen. Het gaat erom, als je één boek leest, en dat is bijvoorbeeld Rijke Pa, Arme Pa van Kiyosaki, dan ga je op die manier dat continu herhalen. Want elke keer als je het opnieuw leest, dan ontdek je weer nieuwe dingen. Omdat je gaat op die manier bouwen, dat is een fundering. Als je op een gegeven moment gewoon bepaalde inzichten hebt, dan ga je op een gegeven moment het opnieuw lezen en krijg je weer een nieuwe inzicht. Dus ik raad gewoon aan, Think and Grow Rich, Rijke Pa, Arme Pa, lees het gewoon 8 keer, 9 keer, 10 keer. Blijf het gewoon continu, en dat is ook eigenlijk een soort van affirmeren, continu bevestigen, opnieuw die software daarin een upgrade geven, continu bevestigen. Want je kan niet in 1 keer het boek lezen en dan het gewoon helemaal in 1 keer snappen. Nee, dus jij zegt eigenlijk van je moet het meerdere keren lezen om meerdere levels diep, zeg maar, te gaan en dan steeds nieuwe inzichten te hebben. Maar ik vind het vaak al lastig om een boek 1 keer te lezen, laat staan 8 of 9 keer. Ik heb thuis nog zoveel interessante boeken liggen die ik heel erg graag gelezen wil hebben. Maar jij zegt dus zelfs van 1 keer is niet genoeg, doe het 8 of 9 keer. Absoluut, absoluut. Heb je dan ook nog bepaalde tips hoe je die kennis sneller tot je kan nemen? Een bepaalde manier van lezen, speed reading. Ik heb laatst ook wel gehoord van mensen die zeggen van ja, ik lees het boek en tegelijkertijd heb ik op mijn oortjes ook de audioversie. Dat schijnt ook heel erg goed te werken. Om er nog meer, omdat je op diverse niveaus en met je ogen en je oren, zeg maar, dan die kennis tot je neemt. Ja. Dat is in ieder geval een hele mooie manier. Dat je op die manier visueel, maar ook auditief tot je neemt. Maar een van de belangrijkste dingen die ik altijd doe is gewoon ook zo'n luisterboek. En ik zet het op die manier op. En als ik ga hardlopen of ga fietsen of misschien wel gevaarlijk in het verkeer. Maar wel gewoon zorgen dat ik continu mijn brein voed met nieuwe prikkels. Ook 's avonds tijdens het slapen, 's nachts? Nee, dat doe ik niet. Nee, dan probeer ik wel gewoon echt te slapen. Ik heb ook nog vrij jonge kinderen. Dus hoef ik jou ook niet uit te leggen dat nachtrust dan heel erg belangrijk is. Dus vannacht om 2:30 was er ook weer eentje naast mijn bed. Die stond, ik heb een nachtmerrie gehad. Dus daarom is het wel belangrijk dat je die nachtrust, die is voor mij wel heilig. Dus dan ga ik geen luisterboek doen. Nee, ik heb dat namelijk wel eens gehoord van iemand die zei dat hij gewoon 's nachts inderdaad oortjes indeed met positieve affirmaties. Die dan de hele nacht, ik zou er niet van kunnen slapen, denk ik. Maar
Dat kan ook een manier zijn. Ja, ja. Dat heb ik niet uitgeprobeerd. Maar voor mij is het wel gewoon ook belangrijk dat je continu wel bezig bent. Om dus gewoon die nieuwe prikkels en ook die herhaling. Het is belangrijker. Dus ook gewoon een professionele golfspeler bijvoorbeeld. Die gaat ook niet golfen en daarna basketballen en dan voetballen. Die gaat zich echt focussen op één ding. En ik denk als jij bijvoorbeeld Napoleon Hill, Thinking and Rich. Als je dat gewoon 8 of 10 keer hebt gelezen. Of een boek wat ik ook heel erg interessant vind. Bijvoorbeeld Dotcom Secrets of Expert Secrets van Russell Brunson. Dat boek heb ik ook al 4, 5, 6 keer gelezen of geluisterd. En continu ontdek je weer nieuwe dingen. Dan denk je, oh ja, daar heb ik nog onvoldoende tijd of aandacht aan besteed. En op die manier ga je continu proberen weer een level dieper te gaan. Ja, ja, die boeken die jij noemt, Dotcom Secrets en Expert Secrets, dat zijn natuurlijk niet echt boeken over beleggen, maar wel heel erg interessant, met name voor degene die nu luisteren, die een online business hebben, hoe je dat op een hele goede manier kan doen en dat schaalbaar kan maken. Ja. Ja, in je business, je bedrijf is natuurlijk ook een hele belangrijke en hele grote asset. Wat er weer voor zorgt dat jij de nodige cashflow en kapitaal hebt om te investeren. Bijvoorbeeld in aandelen en opties. Laten we het daar over hebben. Ja. Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen? Ja, je weet, ik ben gepassioneerd voor vastgoed vooral. Aandelen en opties vind ik altijd heel erg interessant. Maar ik vind het toch ook vrij spannend en een beetje abstract. Ik weet er gewoon eigenlijk te weinig van. Nou, voor jou geldt dat niet. Waarschijnlijk het tegenovergestelde. Inmiddels ook een beetje in vastgoed. Hè. We hebben samen een mooi pand, een pareltje in Lelystad. Ja. Maar jij hebt dus echt duidelijk voor aandelen en opties gekozen als de manier om vermogen op te bouwen. Hoe is het, waar komt dat vandaan, die interesse? Ja, eigenlijk gewoon tijdens mijn studie. Daar begon het natuurlijk over aandelen, over optiestrategieën en dergelijke. En ik ben toen ik een jaar of 18 was, daarmee begonnen. Dat was ook op de universiteit. Dat was ook op een gegeven moment kwam daar iemand iets vertellen over zijn bedrijf. Dat bleek Joep van den Nieuwenhuizen te zijn, die later is opgepakt overigens. Die werd toen de bedrijfdokter genoemd. Dus die kocht een bedrijf op en die saneerde ze en vervolgens verkocht hij ze weer. En hij kwam dus vertellen van wat hij allemaal aan het doen was. En vertelde dus ook, raadde ons allemaal aan om te investeren dus in zijn bedrijf. En dat heb ik toen eens gedaan. Ik heb dus al mijn aandelen die ik had in mijn portefeuille verkocht. Hè, die ik had bij elkaar gefietst met allerlei krantenwijken en in kledingzaken werken en dergelijke. Heel hard voor gewerkt. En omdat ik dus opgepakt werd, had het niet helemaal goed gedaan, zeg maar, daar. Klapte de koers dus volledig gewoon terug naar nul. En dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd dus ook. Daar ben ik nog steeds gewoon heel dankbaar voor. Dus een van de wijste lessen is gewoon zorgen voor dat je niet al je eieren in een mandje legt. Hè. Want als er dan iets gebeurt met het mandje, dan ben je gelijk in één keer gewoon klaar. Dus daar heb ik er nu nog heel veel van geleerd. Maar hij had zo'n goed verhaal dat jij dacht van, hier geloof ik in. Ik ga all in en dan ben ik gewoon klaar voor de rest van mijn leven? Of? Ja, ik had ongeveer, hij had me aardig geïnspireerd met datgene wat hij dus deed. En hij was ook heel succesvol in die tijd. Want ieder radio- en tv-programma werd hij uitgenodigd om te vertellen van, hij noemde de bedrijvendokter, een soort van wonderdokter. Hij kwam gewoon binnen bij een bedrijf en dan zag hij gewoon, dan moet dit gebeuren. En dan kunnen we op die manier gewoon weer een doorstart maken. Dus, uiteindelijk bleek hij met een of andere met omkopingsschandaal toch niet helemaal dat helemaal zuiver te hebben gedaan. En dat is uiteindelijk gewoon de val geworden van het hele Begeman-concern. En dat heeft daar natuurlijk een enorme negatieve invloed gehad op die koers. Op jou persoonlijk, denk ik. Ja, ik was dan ook wel eventjes behoorlijk ziek natuurlijk. Want je kunt je voorstellen, ik kan me nog herinneren dat toen ik in een kledingzaak werkte, ik verdiende toen 3,10 gulden per uur. Hè, ik weet het nog heel goed. 8 uur werken, dan had je weer 25 gulden. En zo'n weer 10 euro verdienen. Dus je kan je voorstellen, voordat je dan een beetje wat geld bij elkaar hebt verdiend, dat ging echt wat zaterdagen overheen. Dus op die manier heb ik toen al mijn spaargeld gaan beleggen in een bedrijf. Ik had ook op die manier gekeken naar het compounding effect, het rente op rente effect, waarvan Einstein zegt, dat is het 8e wereldwonder. Dus dat is een geniaal concept. Ik dacht, als ik dat nu investeer en ik ga mijn winsten herinvesteren, dan ben ik, als ik 40 ben, dan ben ik multimiljonair. Dus dat liep net even iets anders. En waarom was dat een doel voor jou, om multimiljonair te worden? Dat is gewoon een duidelijk doel.
wat ik gewoon een stip aan de horizon had geprikt. Van nee, ik wil gewoon niet tot aan mijn 65ste. Dat was toen nog, hè, vroeger. Hè, was het tot je 65ste werken. Tegenwoordig is het natuurlijk wat langer geworden. Maar ja, gewoon een duidelijk doel. Ik denk dat ook een van de inzichten is die ik heb geleerd bij Napoleon Hill bijvoorbeeld. Hè, is dat je een heel duidelijk omlijnd doel moet hebben. Want ja, als je zegt van ik wil rijk worden. Ja, dan word je misschien wel rijk. Hè. Ik hoorde ook een keer een verhaal van iemand die zei ik wil een ton op de bank. En een jaar later had ze inderdaad een ton op de bank. Alleen ja, het was een man en die heette Ton en die zat op de bank. Dus ja, je moet heel erg duidelijk specificeren wat je dus wil in het leven. Ja, ja, want ik vraag het, want er zijn weinig Nederlanders die dat als doel hebben, maar helemaal weinig Nederlanders die dat uit durven te spreken. Om te zeggen van ik wil miljonair worden, ik wil multimiljonair worden. Veel mensen doen dan ook de aanname dat het gaat dan om het geld. Was dat bij jou ook zo? Of zie jij geld dan meer als een soort van graadmeter van succes? Ja, ik denk dat het eigenlijk een soort van scorecard is om te kijken van hoeveel levens heb ik veranderd. Hè? Hoeveel mensen heb ik geholpen? Want uiteindelijk, als jij bereid bent om mensen te geven wat jij wil, dan krijg je uiteindelijk gewoon wat jij wil. Nou, hoe meer mensen je kunt helpen, hoe meer mensen bereid zijn om een portemonnee te trekken om zich te laten helpen door jou. Hoe eerder jij dus gewoon je eigen doel kunt realiseren. Dus ik zie het ook echt als een soort, de bankrekening is eigenlijk gewoon een soort Excel sheet die gewoon aangeeft van hoeveel mensen heb ik nu echt gewoon kunnen helpen in het leven. Oké, dus dat geld en de doel om miljonair of multimiljonair te worden, aan de ene kant is het een doel, maar aan de andere kant zeg je, is het vooral een gevolg van de acties die jij ondernomen hebt, de waarde die jij hebt gecreëerd, hoeveel mensen je hebt geholpen. Ja, nou ja, plus welke persoon moet jij worden om uiteindelijk dat te kunnen gaan worden. En daar zit ook heel veel met natuurlijk gewoon persoonlijke ontwikkeling. Hè, het lezen van boeken, zorg ervoor, want uiteindelijk volgt de omzet en jouw rijkdom volgt uiteindelijk de persoon die jij bent. Dus op het moment dat jij gewoon nog bepaalde eigenschappen hebt die nog niet goed zijn, hè, die je dus moet doorontwikkelen, die vertalen zich weer door in jouw banksaldo. Dus daarom moet je eerst een persoon worden en uiteindelijk degene die jij bent, die zorgt ervoor dat je uiteindelijk gewoon ook die rijkdom krijgt. Ja, want we hebben het nou ja over boeken, podcasts, zeg je, affirmaties. Heb je verder nog echt hele concrete praktische tips voor ondernemers die nu luisteren, maar zeker ook gewoon voor particuliere mensen die in loondienst zitten, wat zij nou kunnen doen om ja, hun geldmindset te verrijken en ook hun banksaldo? Ja, er zijn heel veel verschillende tips. Een daarvan is natuurlijk gewoon omring je met mensen die jou inspireren. Hè? Dus als jij omgaat met mensen die geen geld op de bank hebben staan, dan wordt vaak gezegd, je bent het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meeste mee omgaat. Dus als je omgaat met mensen die geen geld hebben, zul je waarschijnlijk ook zelf geen geld hebben. Als je dan een keer iets gaat doen waardoor je succesvol bent, dan gaan die mensen je op die manier weer proberen naar hun niveau te trekken. Nou, dus probeer het omringen met mensen die daar staan waar jij naartoe wil. Modelleer de mensen die het succes hebben wat jij graag wil. Op die manier kun je ook daarvan afkijken. Op school mocht je nooit afkijken. Nou, nu mag je afkijken. Sterker nog, je moet afkijken. Op het moment dat jij succesvol wil zijn, dan moet je gaan kijken hoe hebben die andere mensen dat gedaan? Welk pad hebben zij bewandeld? En vaak willen ze je ook nog daarbij helpen om jou ook te inspireren en te vertellen hoe ze dat dus hebben gedaan. Top. Ja, interessant. Terug naar de aandelen en opties. Dus je had die ervaring, je wereld stort in één. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van nou ja, dat multimiljonair worden, dat blijft een doel, maar dat gaan we niet meer met aandelen en opties die tak doen. We gaan een nieuwe weg kiezen. Maar toch koos jij ervoor om te zeggen van goed, ja, heel erg vervelend, maar we hebben ervan geleerd. Dit was kennelijk niet de juiste manier. We gaan nu andere manieren uitproberen. Ja. Gewoon back to the drawing board. Want ik wist dat het gewoon werkte. Hè. Er zijn heel veel succesvolle beleggers op de wereld. Hè. Warren Buffett bijvoorbeeld, een groot voorbeeld voor heel veel particuliere beleggers. En wat hij namelijk doet, is eigenlijk ook gewoon heel simpel. Hij begon eigenlijk gewoon met gewoon een paar aandelen die hij had gekregen. En door continu te herinvesteren. Nou, dat zijn op die manier voorbeelden, rolmodellen voor mij ook geweest. Om te zeggen, het kan dus wel. Maar blijkbaar deed Warren Buffett net iets anders dan wat ik deed. En ja, uiteindelijk gewoon geleerd van de fouten die ik heb gemaakt. Maar vooral ook gemodelleerd wat andere mensen deden. En daar heb ik dus gewoon heel erg naar gekeken. Om te kijken, ja, wat is dat succespad? En wat kunnen zij mij vertellen? Want het leuke is, de mensen die succesvol zijn, die schrijven vaak een boek om te vertellen hoe zij het hebben gedaan. En dat is heel inspirerend. Want ze geven jou eigenlijk een soort van receptenboek hoe jij succesvol kunt worden. Ik dacht dat jij Warren Buffett had opgebeld toen en gevraagd had van hey Warren, hoe doe jij dat nou? Maar zo was het dus niet. Nee, hij belde mij op. Oh, hij belde jou om wat advies te geven.
Nee, maar dat is het leuke. Dat soort mensen die heel graag geven die interviews om dat uit te leggen. En daar kan je dus gewoon ontzettend veel inspiratie uithalen. En ook dat is een kwestie. Bijvoorbeeld ook met een podcast. Dat is ook heel erg interessant. Zet die gewoon op je oren. En op die manier probeer je dus continu te verdiepen in mensen die dus al gedaan hebben. Hè. En interviews met Warren Buffett die zijn of Ray Dalio. Of heel veel succesvolle beleggers. Die kunnen je enorm inspireren. En toen, wat was toen je volgende je stap, je nieuwe strategie die wel zou gaan werken? Nou, ik ben toch gaan kijken, omdat ik bedrijfseconomie studeerde, eerst naar fundamentele analyse. Hè. Dus dan ga je dus kijken naar jaarverslagen, je gaat het nieuws volgen. Je gaat allerlei manieren bedenken om te kijken van hoe kan ik slimmer worden en de juiste aandelen eruit filteren. Nou ja, dat heb ik geprobeerd en voor mij bleek dat niet echt werken. Omdat ik uiteindelijk ook weer achterkwam dat ik het dan in mijn eentje moest opnemen tegen een team van professionals. Want op de beurs is het een kwestie, wat de een verdient, dat verliest de andere. Nou, dan is het een kwestie dat als jij als één pitter, zeg maar, als particulier het moet opnemen tegen een team van analisten van een bank of een pensioenfonds of een Warren Buffett bijvoorbeeld, die toch met een team zit. Ja, dan is het gewoon heel erg lastig om van dat soort partijen te winnen. En daarom heb ik uiteindelijk gewoon dat fundamentele analyse een beetje gelaten voor wat het was. Gekeken naar andere manieren, onder andere kwantitatieve analyse, technische analyse. Dan ga je veel meer kijken, kwantitatief bijvoorbeeld gaan kijken naar bepaalde ratio's. Hè, bijvoorbeeld koers-winstverhoudingen, winstgroei. Dus ga je toch nog een klein beetje kijken naar die cijfers. Maar je gaat gebruik maken van modellen, hè, van statistiek, van kansberekenen. Dat doe je eigenlijk bij technische analyse ook. Hè. Zeg je dus eigenlijk gewoon, ik kijk dus eigenlijk wat die grote succesvolle beleggers doen. Dat is niet wat ze zeggen. Want een Warren Buffett, die gaat van tevoren niet opbellen en zeggen, Martijn, ik ga Coca-Cola kopen. Want ja, dan weet je gewoon, ja, als Martijn in de markt komt, ja, dan ben ik te laat. Dus dat ga ik niet meer doen. Dus die gaat op die manier eerst kopen. En daarna gaat hij dus pas aangeven van, oké, ik heb Coca-Cola gekocht, want om die reden. Dus een grote, succesvolle belegger. Is niet echt ook heel interessant wat hij precies zegt wat je moet doen, maar vooral wat je doet. En het leuke is dat die grote, succesvolle beleggers, die laten heel makkelijk hun sporen na. Want als Warren Buffett instapt in Coca-Cola, gaat de koers omhoog. Ja, het stapt ook meestal niet met een paar aandelen natuurlijk in. Nee. Wat dat betreft is dat echt een spoor. Dat zijn geen huppelende hertjes, zeg maar, met kleine voetsporen. Hey, die grote olifantenpoten, die laten echt een heel duidelijk spoor achter. En als de ABP pensioenfondsen en de Robeco's van deze wereld en de Warren Buffett's van deze wereld allemaal instappen omdat zij van mening zijn dat het aandeel interessant is, ja, dan stappen ze gewoon in. En dan kan iedereen roepen, ja, Tesla staat zo hoog en het is zo duur. Maar als dat soort grote particulier of professionele beleggers aan het instappen zijn en de koers gaat omhoog, ja, wie ben ik dan om te zeggen, ik ben slimmer dan Warren Buffett en ABP pensioenfonds en Robeco bij elkaar en ik ga dan verkopen omdat ik denk dat het te duur is. Ja, dus ik ben je ook spoor. Met die emotie aan het handelen. Nou ja, plus het is de vraag is natuurlijk gewoon, hoe realistisch ben jij dat jij denkt dat jij slimmer bent dan dat team van die professionals? Hangt een beetje van je ego af, denk ik. Nou ja, maar ja. Of je zelfkennis. Ego, ja, ego wordt ook vaak als afkorting gebruikt voor echt geen omzet of echt geen dus wat dat betreft, ik denk ook dat het belangrijk is dat je dus heel goed gaat kijken, hoe realistisch ben ik? Als jij het gewoon opneemt tegen zo'n professional. En dan weten we vaak, hè, uit verschillende onderzoeken ook, dat de meeste particuliere beleggers, die zijn niet succesvol. Hè. 90% van de particuliere beleggers is niet succesvol, omdat ze dus inderdaad zichzelf overschatten. Hè. Dat is ook net als jij gevraagd van, ben jij een meer dan gemiddelde goede automobilist? Nou, dan zeggen de meeste mensen, ja, ik ben beter dan gemiddeld. Terwijl, ja, statistisch gezien kan dat natuurlijk niet, want je hebt net zoveel mensen die beter zijn en die minder goed zijn. Dus daarom is dat ook zelfoverschatting. En zeker bij particuliere beleggers zien we dat heel vaak. Mensen overschatten zichzelf, denken dat ze slimmer zijn dan het gemiddelde. Ja, en de truc is dan dus, zeg maar, zodra zo'n grote partij of persoon als een Warren Buffett instapt, om dan zo snel mogelijk te volgen, neem ik aan. Ja, want wat je dus op die manier gewoon ziet, is een Warren Buffett die stapt in. En een AB pensioenfonds, die grote partijen, die stappen in. Als zij vinden dat die koers te laag staat, dat het aandeel dus meer waard is. Dat het ondergewaardeerd is. Ja.
En dan zie je bijvoorbeeld zo'n koers stijgen. En dat gaat vaak langer door dan je denkt. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat bijvoorbeeld, nou, als we nemen het voorbeeld van Tesla. De koers van Tesla bleef maar doorgaan, ondanks dat iedereen vond dat het veel te hoog stond. Maar ja, blijkbaar hadden die professionele beleggers nog steeds wel heel veel vertrouwen erin. Want ze snapten wat Elon Musk aan het doen was. Dat het eigenlijk geen automobielfabrikant was, maar eigenlijk een batterijmaker. En dat ze een strategisch, een concurrentieel voordeel hebben, omdat zij veel goedkoper die batterijen kunnen maken dan andere mensen die batterijen maken. Nou, daarmee hebben ze dus een voordeel. Want het belangrijkste prijscomponent van die auto is die battery pack die erin zit. Nou, ja, wel bizar natuurlijk dat ze meer geld verdienen met de energiesubsidies die ze krijgen dan met de verkoop van de auto zelf. Maar dat terzijde. Ja, maar dat zijn dus ook allemaal zaken die dus een team van professionals allemaal boven water tilt. En dat jou van tevoren niet gaat vertellen van ja, ze krijgen zoveel subsidies. Of Amazon, hè, want de meeste mensen denken dat Amazon geld verdient met boeken verkopen. Ja, dat was vroeger. Tegenwoordig verdienen ze geld aan andere dingen natuurlijk. Hè, aan cloud-based, het opslag van data bijvoorbeeld. En McDonald's verdient bijvoorbeeld ook gewoon geen geld met hamburgers, maar ook hè, in jouw vastgoed, vakgebied, ja. Met vastgoed. Ja, en ik geloof dat Albert Heijn het meeste geld verdient niet aan de boodschappen, maar op de plastic tasjes. Het is echt bizar als je dat soort dingen allemaal weet. Ja. Is het niet heel erg gevaarlijk eigenlijk dan dat soort grote partijen en personen dus ook een hele grote invloed hebben op de koersen van dat soort bedrijven? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, ik denk niet dat het gevaarlijk is. Ik denk dat altijd gewoon de markt wat dat betreft toch wel gewoon bepaalt waar die koers gewoon naartoe moet. Want als iedereen vindt dat het te goedkoop is, hè, dat is ook een soort wisdom of the crowd. Ik weet niet of je die analogie ook kent. Van er was op een gegeven moment een keer een markt. En als je het juiste gewicht kon raden van die koe, dan mocht je die koe mee naar huis nemen. Ja. Iedereen die raadde, één zei 10 kilo, de andere zei 10.000 kilo. Nou, ergens in het midden kwamen ze dan uit. En degene, dat was een statisticus, die ging na afloop van die markt, ging al die schattingen bij elkaar optellen, breken naar het gemiddelde van. En de grap was dat het gemiddelde van alle berekeningen, alle schattingen die werden gedaan, kwam redelijk overeen met het werkelijke gewicht van die koe. En dat was, gaf die statisticus dus ook gewoon eigenlijk aan, de wisdom of the crowd, dat er is niemand die kan voorspellen van wat is nu de waarde van Google of van Amazon. Maar als we miljoenen mensen een schatting laten maken, nou, degene die het te goedkoop vindt, die koopt. Degene die het te duur vindt, die verkoopt. Dan komen we op die manier eigenlijk op de werkelijke waarde uit van Google of Amazon. Want het is onmogelijk om hem exact daar natuurlijk een berekening van te maken. Ja, precies. Ja. Ja, ik zelf vind wel dat wel gevaarlijk. Als Elon Musk nu bijvoorbeeld met name met Bitcoin een tweet de wereld instuurt. Dat je ziet wat het effect daarvan van is op de koersen. Hoe kijk jij op dit moment aan tegen de hele aandelenmarkt? De koersen die staan natuurlijk sky high. Er is weer heel veel geld bij gecreëerd. Iemand zoals ik die wel graag in aandelen wil gaan investeren, wat zou jij dan adviseren? Nou, ik denk dat je het gewoon moet doen. Wel voorzichtig. Hè. Je moet altijd gewoon kijken wat past bij jou. Is dat een fundamentele analyse, is het technische analyse, kwantitatieve analyse? Zorg dat je eerst snapt hoe je in elkaar zit. Ga dan vervolgens een strategie zoeken. Een bewezen strategie die bij jou past. En dan kun je er op die manier gewoon mee aan de slag gaan. Nou, heel vaak wordt er geroepen, hè, ik kan me nog herinneren in 1995... Toen riep Alan Greenspan van de Federal Reserve dat de aandelenkoersen ook veel te hoog stonden. Exaggerated exuberance noemde hij dat. Het was belachelijk hoe die koersen stonden. En vervolgens gingen ze van 1995 tot 2000 nog veel verder omhoog. Dus het voorspellen van waar die koersen naartoe gaan is heel erg moeilijk. En ik denk als we nu gewoon gaan kijken, er is ontzettend veel geld is erbij gedrukt. En dat betekent gewoon, beleggers zijn op zoek naar gewoon, waar is mijn geld veilig? Hè? Waar moet ik het nu in goud stoppen? Maar ja, dat levert niks op. Moet ik het dan op een spaarrekening laten staan? Ja, dat levert geen rente op. Obligaties met een negatieve yield is ook niet interessant. Nou, als nu heel veel geld wordt bijgedrukt, is er een kans op inflatie. Dan betekent dat de rente ook omhoog gaan. En dat betekent dat die obligatiekoersen ook naar beneden gaan. Nou, die obligatiemarkt is vele malen groter dan de aandelenmarkt. Dus het kan best zijn dat er een groot deel van die obligatiegelden richting de aandelenmarkt gaan stromen. Want ik denk dat op zich die rente, die zal waarschijnlijk wel op gaan lopen. Hè. Inflatie, die loopt nu ook gewoon op. Hè. We zien dan aan de houtprijzen, bijvoorbeeld de koperprijzen, gaat allemaal omhoog. Dat er zo ontzettend veel geld is bijgedrukt. En dat zal
er onder andere toe leidt dat er gewoon meer inflatie komt, dat rente op gaat lopen. En dan zie je vaak toch dat het is aan de ene kant wel duurder voor dat ze bedrijven om geld te lenen. Hè? Dus het is negatief. Aan de andere kant, een bedrijf heeft wel de mogelijkheid om zijn prijzen aan te passen. En dat betekent dat ze op die manier toch nog wel redelijk wat geld gaan verdienen. Dat zag je bijvoorbeeld ook in Zimbabwe, hè, daar is het ook hyperinflatie. Ja. Maar de aandelenkoersen in Zimbabwe, die gingen gewoon door het dak. Niet omdat het economisch zo goed ging daar, maar puur omdat mensen op zoek waren naar een veilige haven. Van ja, waar moet ik dan met mijn geld heen als die Zimbabweanse dollar gewoon niks meer waard is? Want ik heb thuis ook 10 biljoen dollar biljet. Maar ja, een beetje het verhaal van dat op een gegeven moment, net als in de Weimarrepubliek, mensen gingen naar de bakker en dan namen ze de taxi. Want hoe eerder ze er waren, hoe minder ze hoefden te betalen. Als ze met de bus zouden gaan, dan zouden ze meer geld moeten betalen voor het brood. Zeg maar. Dat ging zo ontzettend snel. Of dat ze met een kruiwagen naar de bakker gingen en dan zei die bakker, nou geef maar die kruiwagen van dat papier, gooi er maar uit, dat heb ik niet nodig. Dus, ik heb liever de kruiwagen dan het papier. Kan je dan misschien als toiletpapier of om de open haard mee aan te steken gebruiken. Ja, nog. Ja, of een mooi behangetje maken of wat je ermee kan doen. Maar daarin zie je gewoon dat inflatie, hè, dat eet continu eigenlijk gewoon de waarde van jouw vermogen eigenlijk gewoon weg. En daarom is het ook belangrijk om te beleggen, om voor jezelf gewoon daar goed in te gaan verdiepen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je toch gewoon in die markt actief bent. En niet te veel gaat luisteren naar allerlei mensen die roepen van het is al zo hoog en het staat al zo hoog en het moet naar beneden. Want ja, er moet gewoon helemaal niks. Dat heb ik wel geleerd op de beurs. Uiteindelijk moet je gewoon het spoor volgen van die grote beleggers. En als je nu ziet dat die nog steeds gewoon in de markt stappen. Ja, wie ben jij dan om te zeggen ja, ik ben slimmer dan al die knappe koppen bij elkaar? Nee, dat is ook zo. En ja, je moet inderdaad iets, zeker in deze tijd, negatieve rente, inflatie. Laten we misschien nog even over die inflatie hebben. Want ik vind het altijd zo verbijsterend dat mensen dat toch niet echt lijken te snappen. Of hoe komt dat? Inflatie is natuurlijk gewoon een raar ding. En hè, Gerrit Zet, die noemen het gevoelsinflatie. Van ja, er is niks aan de hand. En, want de CBS komt dan altijd met dat mooie mandje. Hè, met een aantal kostenposten en producten daarin. En daar bepalen ze dan de inflatie aan de hand daarvan. Ja, en alles wat meer in waarde stijgt, zeg maar, dat gooien ze uit het mandje. Hè. Dus de huren doen ze niet meer mee. De brandstofprijzen doen ze niet meer mee. Dus alles wat flink in waarde stijgt, dat gooien ze eruit. En alles wat in waarde daalt, hè, zoals kleurentelevisies of zo, die steeds efficiënter worden gemaakt. Nou, die gooien ze in een mandje. En dan zeggen ze, nou, zie je, er is gewoon niks aan de hand. Het is gewoon pure gevoelsinflatie. Ja. Maar ja, als jij een biertje gaat bestellen en je ziet gewoon dat je 3 keer zoveel of 4 keer zoveel betaalt als 10, 20 jaar geleden. Ja, dan kun je wel zeggen, er is gevoelsinflatie. Maar in mijn wereld is het dan toch wel gewoon echt een stevige inflatie. Ja, precies. Ja. Maar inflatie is natuurlijk iets heel erg abstracts. Iets wat mensen niet echt... Je krijgt geen belastingaanslag van of je even de inflatie van dat jaar wil betalen. Het gaat heel erg... Nou ja, het ging vrij geleidelijk. Maar ik merk nu ook wel weer echt met boodschappen doen. Ook met de horeca, die hebben natuurlijk te maken gehad met lockdowns. En die moeten ook dat ergens weer compenseren. Dat ook nu weer echt de prijzen hard omhoog gaan. Met name ook grondstoffen, wat je net al zei, hout. Ja. 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 Aandelen, adviseer je dan aandelenfondsen, individuele bedrijven, aandelen? Wat is een beetje een goede strategie dan om daarmee te beginnen en om een beetje te spreiden en het niet al te gevaarlijk te maken? Nee, ik denk dat spreiden inderdaad wel heel goed is. Daarom ook gewoon niet alleen maar gewoon aandelen, maar spreid ook over vastgoed, over goud, over bitcoin en dergelijke. Maar het deel van waar je een aandelen belegt, ik zou het in ieder geval ook gewoon goed gaan spreiden. Ik zou het zelf niet in beleggingsfondsen doen, omdat een gemiddelde beleggingsfonds tussen 3% en 5% aan kosten per jaar in rekening brengt. En daarom zal een beleggingsfonds ook nooit de index kunnen verslaan. En dat blijkt uit onderzoek, 96% van alle beleggingsfondsen is niet in staat om de index te verslaan. He, omdat ze willen dicht bij de index blijven. Als de koers omhoog gaan, dan kunnen ze niet achterblijven. Kunnen ze niet zeggen, ja, wij hebben niet meegedaan. Als de koers naar beneden gaan, dan zeggen ze, ja, mevrouwtje of meneertje, ja, het is naar beneden gegaan. Daar kunnen wij ook niks aan doen. He. De markt gaat, zit nu helemaal gewoon even tegen. Dus die blijven dicht in de buurt van de index, maar willen wel 3% tot 5% gemiddeld aan kosten in rekening brengen. En dat is in ieder geval de reden dat ze nooit die index kunnen verslaan. Nou, wat je dus wel kunt doen, is proberen of te beleggen aan een index zelf, bijvoorbeeld met ETF's,
Of proberen dan met een strategie het kaf van het koren proberen te scheiden. Want je hebt natuurlijk aandelen die het heel erg goed doen. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar een Google of een Amazon of een Facebook of Netflix. Die doen het heel erg goed. En aan de andere kant heb je aandelen die het al structureel al jaren slecht doen. Hè? Bijvoorbeeld een Telegraaf deed het heel slecht. Bing deed het heel slecht. SNS. Alle bedrijven waar ik vroeger heb gewerkt, die deden het daarna toen ik ben vertrokken weg. Weg ben gaan, ging daarna gewoon toevallig ook de boers weg. Maar dat zijn over het algemeen bedrijven die het structureel goed doen. Die blijven het. De kans dat ze het opnieuw goed doen is groter. En dat noemen ze ook het momentum effect. Nou, dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Dat als je dus aandelen koopt die in de voorgaande periode goed hebben gedaan. Die hebben opnieuw de kans om het opnieuw beter te doen dan daarvoor. Ja, dat is ook op zich logisch. Als jij bijvoorbeeld goed bent in Engels, dan is de kans dat jij het volgende jaar opnieuw goed scoort op Engels groter dan dat jij zeg maar een onvoldoende had en het jaar daarna ineens een 10 gaat scoren. Dus daar zit een bepaalde logica in. Goede bedrijven met een goed management, met een goed product in een goede markt, die hebben een redelijke kans dat ze de komende periode opnieuw goed gaan doen. En bedrijven die het slecht doen, ja, die zullen waarschijnlijk het komende jaar opnieuw slecht doen. Dus daarom zie je een bepaald momentum effect. Hè, de knappe koppen, die willen liever solliciteren bij Google dan bij de Telegraaf. Zijn beide uitgevers, maar zijn wel heel andere bedrijven. En daarom zie je ook het snelle kapitaal, het grote kapitaal, de smart money, wil liever ook investeren in bijvoorbeeld in Google dan in een Telegraaf. Hè. Een bedrijf wat al jaren eigenlijk niet in staat is. Hè. Die kopen hives hè, op top van de markt. Dus als de Telegraaf iets koopt, dan weet je, ja, dan is de hype eigenlijk al redelijk voorbij. Dus dat soort bedrijven, ja, die zijn niet echt goed in staat om die transitie van het internet, om die goed op te pakken. Dat geldt eigenlijk gewoon voor banken bijvoorbeeld ook. Hè. Die hebben ook een heel groot deel van die race gemist. Hè. Al die fintech bedrijven die er nu op inspringen. Hè. Kijk naar Adyen bijvoorbeeld. He, die pakt een heel groot deel van die betaalmarkt. Nou, je hebt allerlei losse hypotheekaanbieders. Die pakken een heel deel van die hypotheekmarkt. Nou, zo heb je dus heel veel verschillende bedrijven die zich allemaal specialiseren. He, verschillende gespecialiseerde brokers. He, waar vroeger ABN AMRO natuurlijk gewoon voor hypotheken, voor lenen, voor sparen, voor beleggen. Zie je dat ze ja, aan alle stoelpoten wordt zeg maar gezaagd bij dat soort bedrijven. En zij denken allemaal, ja, we bestaan al 100 jaar. He, we hebben het predicaat koninklijk, dus we blijven bestaan. Maar ondertussen zijn er allerlei kleine bedrijven die continu een stukje van de markt aan de afknabbelen. Ja, en de wereld en alles om ons heen verandert ook zo snel als je je daar niet aan kan aanpassen. Je kan niet altijd op een bewezen concept uit 1900 of zo blijven voorborduren. Op een gegeven moment is dat die houdbaarheidsdatum natuurlijk wel voorbij. Ja, op een gegeven moment heb je gewoon die paardentram. Ja, je hebt onderweg geen voerplaatsen meer voor het paard. Dus ja, op een gegeven moment is dat soort oude techniek, hè, stoomtram en noem maar op, is op een gegeven moment gewoon wel een beetje over. Dus je moet wel meegaan met die ontwikkeling. En dan zie je vaak dat soort dingen die heel succesvol zijn op dat moment vaak ook de neiging hebben om succesvol te blijven. Ja. Mooi voorbeeld daarvan was geloof ik ook met Kodak, die de nieuwe camera gingen presenteren. Digitale fotografie, daar geloofden ze helemaal niet in. En ze hadden de lancering van de nieuwe camera en alle journalisten die kwamen daar wel met digitale camera's aan of zo. Ja, en dat zijn inderdaad voorbeelden van bedrijven die heel erg vast blijven zitten gewoon in die oude techniek. Nokia is een belangrijk voorbeeld inderdaad gewoon. Want dat waren vroeger natuurlijk gewoon. Hè, je had gewoon echt, ja, iedereen had een Nokia. En daar kon je 3 dagen mee bellen. Hè, die kon je gewoon laten vallen. Er gebeurde gewoon helemaal niks mee. Wat dat betreft hele goede telefoons. Ja, soms zou je willen dat ze dat je nog steeds een telefoon had. Ja. Ja, ik denk dat de meeste mensen nog wel in de la hebben liggen. Ja. Maar ze hebben dit marktendeel volledig verspeeld. En dat is hartstikke zonde. En zo zijn heel veel. IBM heeft dan op een gegeven moment op sterven naar dood. Omdat ze ook gewoon zeiden, ja, personal computers, ja, dat gaat het gewoon niet worden. Nou, op het moment dat jij als bedrijf te star bent in jouw filosofie. Hè, en Apple was op een gegeven moment ook gewoon op sterven naar dood. Uiteindelijk gewoon net nog wel gered. Omdat Steve Jobs weer aan boord kwam. Maar dat soort bedrijven, zeker wat oudere bedrijven, die vastzitten in hun eigen filosofie. En Telegraaf is daar ook weer een mooi voorbeeld van. Hè. Daar heb je nu gewoon een redactiestatuut. En de redactie die bepaalt voor een belangrijk deel wat er gebeurt met de Telegraaf. Maar dat zijn niet de mensen die naar buiten kijken. En die kijken wat gebeurt er in die wereld. Hè. En dat mensen er liever gewoon op hun telefoon nieuws volgen. Dan met krantenpapier wat bedrukt is met zwarte inkt. Ja,
Hey, met aandelen, wat is nou eigenlijk het grootste geheim wat jij ontdekt hebt? Hoe heb je de code gekraakt? Ja, ik heb de code gekraakt. De heilige graal heb ik gevonden. Ja. Nou, in ieder geval, wat ik al zei, een van de belangrijkste dingen is dus gewoon, stel jezelf bescheiden op. Ga niet jezelf belangrijker vinden dan die grote professionele beleggers. Kijk wat zij doen. He, dus volg die trend. Want vaak heeft zo'n trend de neiging om langer door te gaan. Als je bijvoorbeeld realiseert, Amazon.com is 200.000% in waarde gestegen. Een bitcoin is miljoenen procenten gestegen. Dus vaak zie je een bepaalde trend. En zo'n trend zet zich vaak langer door dan je denkt. Dus op het moment dat jij een strategie hebt, een systeem hebt wat die trends objectief kan waarnemen. Want dat moet je niet doen op basis van je emotie. Van ja, dit lijkt op zich wel op een stijgende trend. Je moet echt een systeem hebben wat aangeeft, hier zitten we nu objectief in een stijgende trend. En nu zijn we ook weer uit een trend. Want je ziet ook vaak dat het in een bepaalde golfbeweging gaat. En daarom is het ook belangrijk dat je dus een systeem hebt wat jou objectief, dat is een algoritme, wat je aangeeft, hier zitten we in een stijgende trend en daar niet meer. Nee. Dus dat algoritme, ja, we kennen het natuurlijk allemaal van social media en ook YouTube. Als je naar een filmpje kijkt, dan krijg je weer meer van dat soort systemen. Kan je dus ook gewoon heel goed op aandelen toepassen om dat soort trends te signaleren. Ja, absoluut. En daar zien we ook gewoon dat die rekenkracht, het doorrekenen van een algoritme en ook met opties bijvoorbeeld, statistische kansberekenen. Want beleggen heeft echt heel veel te maken met kansberekenen en statistiek. En sommigen zijn er heel goed in hoofdrekenen. Tegenwoordig leren we dat niet echt meer op school. Is het belangrijk ook om gebruik te maken van die rekenkracht van die computer. Om ervoor te zorgen dat je de juiste aandelen selecteert die aan die criteria voldoen. En daarbij is het heel belangrijk dat je dus gebruik maakt onder andere dus ook van de kennis en expertise van de wisdom of the crowd. Hè. Wat koopt de markt? Hè? Wat is volgens de meeste beleggers nu echt interessant om te kopen? En volg dan dat spoor. En als al die bedrijven uit een bepaald aandeel stappen, ja, dan wie ben jij dan om dan nog te blijven zitten? Ja, zeker. En jij hebt daar zelf ook bepaalde software voor gemaakt, toch? Als ik me niet vergis. Het groene pijl, rode pijl. Klopt. Ja, dat is eigenlijk gewoon, denk ik, gewoon voor mij in ieder geval de heilige graal. Dat is gewoon echt puur op basis van kansbrekende statistiek. Een systeem wat dus gewoon aangeeft, hier zit je in een stijgende trend. Het voordeel is, je hoeft maar één keer in de week te kijken. En dan kun je op die manier gewoon met een groene pijl instappen. En een rode pijl kun je verkopen. Je maakt eerst een bepaald lijstje van aandelen waarvan je zegt, van, nou, die vind ik interessant om te volgen. Nou, bijvoorbeeld technologieaandelen. Maar je kan een mooi lijstje maken, bijvoorbeeld waterstofaandelen. Als je denkt van, die hele duurzame energietransitie, die is interessant, is een mooie trend. En er worden honderden miljarden worden daarin gepompt in die hele duurzame energietransitie. Dan is het heel interessant om te gaan kijken welke aandelen binnen die sector, bijvoorbeeld waterstofaandelen, zijn interessant. Wat is CAF, wat is koren? En op die manier proberen dus wel de aandelen te selecteren die in een stijgende trend zitten, waar die grote beleggers in beleggen. En niet te beleggen in die bedrijven waarvan je zegt van ja, daar heb ik wel een goed gevoel bij, maar die uiteindelijk gewoon toch continu naar mee gaan. Ja, maar Harm, ja, ik hoor nu toch sommige luisteraars die denken van ja, ik heb al heel veel geprobeerd met aandelen. Ik heb inderdaad behoorlijke klappen gehad in het verleden. En nu vertelt Harm van Wijk dat ik gewoon met 5 minuutjes per week succesvol beleggen kan worden door middel van groene en rode pijlen te volgen. Dat kan niet. Ja, omdat namelijk de filosofie erachter gewoon klopt. Hè. Wat ik al zei, het gaat er niet om hoe slim jij bent. Het gaat er vooral om hoe goed ben jij in staat om te modelleren, om te kopiëren wat anderen doen. Hè. Dus als jij vroeger op school naast het slimste jongetje in de klas ging zitten en ging spieken wat zij dus deden. En zij zijn dus succesvol. En dat geldt ook met die beleggers. De grote professionele beleggers, die zijn groot en succesvol en hebben dus ook een invloed op die koersen. En ook die wisdom of the crowd, het idee, en dat is nu niet alleen omdat het theoretisch gewoon klopt, maar ook wetenschappelijk gezien is aangetoond dat het momentum effect, dat je daarmee de markt kan verslaan. Er is veel onderzoek naar gedaan en wat mij altijd aan verbaast, als het wetenschappelijk aangetoond is dat je daarmee de markt kan verslaan, waarom doet niet iedereen dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Daar komt een heel stuk psychologie bij kijken. Dat is niet altijd verklaarbaar, denk ik. Maar heel veel mensen handelen toch op die emotie. Die hebben toch echt die. Het is eigenlijk veel simpeler natuurlijk om een bewezen systeem en andere succesvolle mensen te volgen dan om hetzelfde. Maar mensen denken er toch vaak beter te weten of en stappen daardoor of helemaal nooit in of te laat in en weer te vroeg uit.
Ja, of ze verdiepen zich niet voldoende in die strategieën die er gewoon zijn. He, want er zijn natuurlijk gewoon boekenkasten volgeschreven met beleggingsboeken van ja, hoe werkt dat nou? En de ene doet het op de ene manier en de andere op de andere manier. Maar het is wel belangrijk dat je voor jezelf als eerst gaat kijken van hoe zit ik zelf in elkaar? Wat past bij mij? He, er zijn mensen die een daytraders die de hele achter hun scherm zitten. En er zijn mensen die dus gewoon zeggen ja, één keer per jaar vind ik eigenlijk al meer dan genoeg om dan naar mijn portefeuille te kijken. Dus ga gewoon kijken wat past dan bij jou en modelleer dan die succesvolle beleggers. En er zijn dus heel veel strategieën die gewoon werken. Je hebt dividendstrategieën, je hebt momentumstrategieën, je hebt trendvolgende strategieën, je hebt waardestrategieën. Dus er zijn heel veel strategieën en ga gewoon brainpicken. Ga gewoon kijken bij die succesvolle beleggers welke strategie past dan bij mij. Hè? Is het de ene die zal zeggen van ja, dividendstrategieën, dat vind ik in ieder geval een concept wat mij gewoon aanspreekt. En andere zal zeggen nee, dat momentum effect, dat spreekt mij juist aan. Ik wil juist kopen wat hot is, hè, wat interessant is, wat in de voorgaande periode is gestegen. En de bedrijven die het slecht doen, daar wil ik liever met een grote boog meelopen. Ja, en sommige mensen hebben natuurlijk ook een persoonlijke of emotionele binding met een bepaald bedrijf. Die vinden het leuk om te kunnen vertellen dat ze aandelen Tesla of Google of Facebook of wat dan ook bezitten. Ja, maar dat is eigenlijk wel een beetje de valkuil. Want op het moment dat jij een emotionele band gaat opbouwen met jou, met het aandeel. En het aandeel is overigens niet wederzijds, hè, die liefde. Dus het aandeel, nee, dat interesseert verder helemaal niks wie het heeft gekocht. Maar dat nou ja, zorgt er dus wel voor. Verliefd op je geld, denk ik. Ja, maar ja, uiteindelijk denk ik gewoon dat het model niet goed gaat. Het is geen wederzijdse liefde, zeg maar. Nee. Dat heb ik in ieder geval nooit meegemaakt. Maar wat wel is, jij laat je op die manier vertroebelen. Jouw blik wordt vertroebeld op het moment dat jouw emotie daar een rol in speelt. En dat komt wat mensen vaak doen. Op het moment dat ze dan op verlies staan, dan willen ze niet die pijn accepteren om het aandeel te verkopen en het verlies te accepteren. En als ze op winst staan, er zijn heel veel beleggers die zeggen van ja, ik sta nu 10% in de plus, weet je wat, zonde om dat weer te gaan verliezen, want dat kost ook weer. Dat is ook weer pijnlijk. Dus ik kap die winsten af en die verliezen laat je doorlopen. Nou, als je dan geld wil verdienen, dan moet je dus precies het tegenovergestelde doen. Moet je namelijk je winsten laten doorlopen en je verliezen afkappen. En dat is dus een van de belangrijkste dingen. Je moet dus tegen je emotie, tegen je gevoel inhandelen. Dus als je puur op je emotie gaat handelen, dan werkt het dus niet. Dus je moet op je ratio, op je verstand gaan handelen. Ja. Is het niet ook gewoon een probleem wat je net zei, dat merendeel van de mensen gewoon met zo min mogelijk tijd en energie zo rijk mogelijk denken te kunnen worden? Dat ze niet bereid zijn om inderdaad die analyses te doen en zich daarin te verdiepen? Nee, ik denk dat er heel veel mensen die denken van ja, hoe moeilijk kan het zijn? Laag kopen, hoog verkopen, kind kan de was doen. Ja. Nou, en dat is in feite natuurlijk ook gewoon zo. Alleen de vraag is dan, wanneer is het laag en wanneer is het hoog? Nou, daar heb je dus een methode, een strategie, een systeem voor nodig die jou uiteindelijk gewoon aangeeft, ja, dit staat nu laag en dit staat nu hoog. En zodat je op die manier ook die koop- en die verkoopsignalen krijgt. Nou, en dan is het heel eenvoudig eigenlijk. In principe kan ik gewoon iedereen binnen een paar minuten gewoon uitleggen hoe mijn systeem werkt, hoe je het moet installeren, zodat je op die manier ook niet al die analyses hoeft te maken. Want ook dan is het weer een kwestie, als jij het in je eentje moet opnemen tegen het team van die professionals, ja, dat ga je gewoon niet redden. Hè? Je gaat niet net als die professionals al die jaarverslagen en al die nieuwsberichten en al die analyses en spreken met die CEO en gaan kijken van wat gebeurt er allemaal, wat doen die concurrenten en welke en die teams van die banken en die fondsbeheerders, ja, die kunnen het allemaal wel. Alleen het grote probleem daarbij is die kosten die zij in rekening brengen, die zijn over het algemeen te hoog, waardoor jij uiteindelijk, als jij je geld door hen laat beleggen, ja, zij verdienen wel, hè, zij pakken die 3-5%, maar jij gaat het op die manier onderaan de streep, onderaan die kosten, is 96% van die fondsen niet in staat om die index te verlaan. Ja, maar ja, voor de duidelijkheid, jij bent niet alleen al zelf hier heel erg lang mee bezig, jij bent ook regelmatig te zien geweest op tv, op de radio geweest. En je helpt natuurlijk al echt duizenden Nederlanders hier succesvol mee. Ja, ik heb op mijn website nu zo'n 60.000 leden. 60.000. Ja, dus het zijn toch in ieder geval wel wat mensen. Ik heb wel een beetje ervaring inmiddels opgedaan met hoe werkt dat dan en hoe leg ik het uit. En dat is heb jij nu met corona dan ook gezien dat die interesse heel erg is toegenomen? Enorm. Ja, je zag echt gewoon zeker bij die eerste lockdown. Iedereen die moest natuurlijk gewoon, werd opgesloten in zijn huis. Kon geen geld uitgeven. Kon niet naar het restaurant. Kon niet naar de kroeg. Kon niet op vakantie. En je zag dat heel veel mensen er toen voor kozen om te gaan verdiepen in die wereld van beleggen. Dus ik denk dat dat in ieder geval wel een van de positieve kanten is van die lockdown. Dat mensen hebben geleerd, zeg maar, gewoon om zich
te gaan verdiepen in een bepaalde materie. En daardoor heel veel kennis hebben opgedaan. Dus heel veel mensen zijn toen begonnen. Ook omdat ze zagen van hey, de overheid die is zoveel geld aan het bijdrukken. Hè, de geldpers stond echt in de hoogste versnelling. Of staat nog steeds in de hoogste versnelling. En dat betekent als jij dus heel veel geld gaat bijdrukken. Betekent dat de waarde van het geld minder wordt. Ja. En dat is dus een van de belangrijkste dingen denk ik om nu. Zeker als je nog niet belegt, om nu te gaan beginnen met beleggen. En als je al belegt, om daar ook gewoon actief mee aan de slag te gaan. Want als jij nu niks doet, de waarde van je geld wordt elke keer gewoon minder. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je het in investeert, maar laat het in ieder geval niet op je bankrekening staan. Klopt, en ik denk dat een van de belangrijkste dingen is gewoon, je moet je geld voor je laten werken in plaats van te werken voor je geld. Hè. Als je je geld niet actief aan het werk zet, wordt het lui. En dan wordt het er gewoon niet beter op. En als jij op een gegeven moment gewoon ziet dat die overheden gewoon zoveel miljarden, honderden miljarden aan het uitgeven zijn om allerlei bedrijven in de been te houden, omdat hè, zonder die staatssteun zouden die bedrijven het niet redden natuurlijk. Dus dan betekent het gewoon, als er zoveel geld wordt bijgedrukt, in Amerika krijg iedereen krijgt ook een bepaalde check. Hè. Dan kun je op die manier gewoon inwisselen. Kun je weer gaan boodschappen doen. Maar dat zorgt er dus gewoon voor. Als er zoveel geld in omloop komt. Het wordt gewoon minder waard. Hè. Als jij een muur rond een stad zet. En je verdubbelt dan de geldhoeveelheid. En er zijn niet meer woningen. Er zijn niet meer broden. Dan betekent het gewoon dat de prijzen van woningen ook moeten verdubbelen. Omdat dezelfde hoeveelheid geld jaagt op diezelfde hoeveelheid woningen. Ja, en dat geld dat moet ergens naartoe. Dus ja. Goed te weten voor de luisteraars, ja, de aandelen zijn duur tussen aanhalingstekens. De huizen die zijn duur, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Het heeft er gewoon mee te maken dat ons geld gewoon steeds minder waard wordt. Ja. Sorry. Ja, en ik denk dat het belangrijk is, het geldsysteem waar we nu in zitten is eigenlijk een fiat geldsysteem. Dat betekent eigenlijk het geld is gecreëerd op basis van schuld. Ja. Er staat niks tegenover. Hè? Want vaak wordt er dan geroepen bijvoorbeeld door zo'n pieper van het Centraal Planbureau van ja, bitcoin dat is niks waard. Ja. En dat moeten we afschaffen en verbieden. Maar wat is dan een euro waard? Wat is een dollar waard? In 1971 is de koppeling met de goudstandaard losgelaten. Hè? Er stond altijd op een dollarbiljet redeemable in gold. Hè? Dus je kon op die manier met je dollarbiljet naar de bank gaan en het inwisselen in goud. Nou, nu hebben ze één letter bij dat gold hebben ze weggehaald en dan hebben ze erin gezet in God we trust. Dus in plaats van dus dat je dus vertrouwen hebt in goud, heb je dus nu vertrouwen in God en dan is iedereen gewoon helemaal blij. Maar in 1971 is dus die goudstandaard losgekoppeld door Nixon, omdat de Vietnamoorlog te duur was. En dat heeft er uiteindelijk gewoon voor gezorgd dat er sinds de jaren 70 eigenlijk een ontzettend veel geld is bijgedrukt en het geld dus eigenlijk steeds minder waard is geworden. Ik geloof dat het iets van 200% inflatie is geweest eigenlijk sinds 1971. Dat betekent je geld wordt op die manier gewoon steeds minder en minder waard. Maar hoe lang is dit huidige geldstelsel, dit fiat geldstelsel dan nog houdbaar? Nee, ik heb me laten vertellen dat een gemiddeld fiat geldstelsel ongeveer 100 jaar meegaat. 70, maar ja. Maar in ieder geval niet. Het heeft niet het eeuwige leven. Nee. En duizenden jaar geleden hebben ze dat in China al een keer geprobeerd met een papiertje waarop ze dan een paar cijfers schreven en gewoon zeggen ja, dit is gewoon geld. En er is geen enkel geldstelsel geweest wat het uiteindelijk gewoon lang heeft volgehouden. Nou, en dit geldstelsel is eigenlijk al over de houdbaarheidsdatum heen. Absoluut, we zitten al in de reservetijd. Ze hebben het echt maximaal weten te rekken. Ja. Ja. Met het verlagen van de rente, het extra creëren van geld. Ja, en we hadden dus eigenlijk ook al zeg maar in 2007, 2008 bij de bankencrisis. Toen had eigenlijk het geldstelsel moeten stoppen. Toen was het eigenlijk gewoon klaar. En het hadden een enorme schuldencrisis. En het is opgelost met meer schuld. Dus dat betekent je hebt een brand en je gaat blussen met benzine. Nou, ja. Ik weet niet wat jij daarvan denkt, maar ik weet niet of dat nou de slimste manier is. Het hangt er een beetje vanaf wat het doel is. Als je echt zeker wil weten dat het huis helemaal tot de grond afbrandt, dan kan het een goed middel zijn, maar... Ja, maar als je het systeem wil redden, ja, dan werkt het denk ik niet. En ik denk niet dat je een schuldencrisis moet oplossen met meer schuld. Nou, dat hebben ze het wel gedaan. Als je nu gaan kijken bijvoorbeeld naar de balans van de Federal Reserve, kijk naar de balans van de ECB, kijk naar bijvoorbeeld de balans van de Zwitserse Centrale Bank. De Zwitserse Centrale Bank is nu groot aandeelhouder in het aandeel Apple. Want alle geld wat er wordt bijgedrukt, daar kopen ze niet zo aandelen van. Nou, dat zie je bij de Federal Reserve. Die kopen nu allerlei obligaties op. Dus die kopen op links en rechts alles wat ze
Dus misschien komen ze ook nog wel hier op een gegeven moment op de huizenmarkt dingen opkopen. Want ze moeten ergens heen met dat geld. Ja, obligaties. En je ziet heel veel landen toch ook weer. Die waren hun goudvoorraad juist heel erg aan het afbouwen. Die nu weer massaal goud aan het opkopen zijn. Bijvoorbeeld China. Ja. Maar ook Rusland, geloof ik. Klopt. Ja, dat zijn toch ook wel tekenen. Ja, nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een kwestie dat geld heeft ook heel veel te maken met vertrouwen. En zolang je maar vertrouwen hebt in een bepaalde munt, dan is er niks aan de hand. Op het moment dat mensen minder vertrouwen krijgen dus in de munt. En één reden daarvoor is dan bijvoorbeeld dat die inflatie op een gegeven moment op gaat lopen. En op een gegeven moment misschien wel zelfs hyperinflatie zou kunnen gaan worden. Ja, dan betekent het dus gewoon dat de koopkracht die jij hebt jaar in jaar uit steeds minder wordt. Nou, als jij gewoon weet bijvoorbeeld, jij wil volgend jaar een schutting gaan bouwen en je weet dat de houtprijs op dit moment is verdubbeld en je verwacht dat het komende jaar de houtprijs opnieuw verdubbelt, dan wil jij een bepaalde vergoeding hebben voor jouw geld wat je op je rekening hebt staan, zodat je op die manier in staat bent om volgend jaar die schutting te kunnen bouwen met dat geld. Ja. Nou, als jij dus gewoon weet dat het geld steeds minder waard wordt, ja, dan probeer je op die manier ergens in te investeren, waardoor je je koopkracht minimaal behoudt. Nou, vaak zie je dat goud, dat zijn waarde behoudt. Een gouden tientje van vroeger, zeg maar, dan kon je met 2 gouden tientjes kon je een maatpak kopen. Nu kun je met een gouden tientje, met 2 gouden tientjes, nog steeds een maatpak kopen. Dus de waarde... Ja, ik denk dat de 2 zitten zo rond de €250 zo ongeveer uit mijn hoofd. Dus kun je ongeveer, nou ja, je moet een beetje shoppen. En misschien moet je dan in Thailand een maatpak laten kopen. Maar je kan zeg maar voor diezelfde koopkracht, ja, behoudt redelijk zijn waarde. En als je nu gewoon gaat kijken naar 2 tientjes in guldens. Toen, in de jaren 70, ja, wat koop je daar nu voor? Ja, bijna niks meer. En dat is ook een van de belangrijkste dingen, die koopkracht. En dat gaat heel ongemerkt. Het is eigenlijk een soort van verkapte belasting die de overheid oplegt eigenlijk. Waar heel veel mensen niet echt goed in de gaten hebben. Dat de waarde van het geld wat ze hebben steeds minder waard wordt. En daarom is dat beleggen in vastgoed ook wel interessant. Omdat je natuurlijk gewoon gaat beleggen met geleend geld. Je leent geld. Maar omdat het geld steeds minder waard wordt, hoef je dus eigenlijk steeds minder terug te betalen. Als jij 30 jaar geleden een hypotheek had afgesloten voor een ton in guldens, ja, dan is het nu gewoon een 3 keer niezen en dan leg je dat geld bij wijze van spreken op tafel. Ja. Dus je moet natuurlijk wel verantwoord lenen en weten wat je doet. De hefboom is heel erg mooi en vastgoed, maar hij werkt 2 kanten op en je moet altijd wel kijken wat bij jou situatie past en hoe goed je 's avonds slaapt, zeg ik altijd. Maar wat je zegt klopt inderdaad. De schuld die wordt dan ook minder waard. Ja. Ja, en jouw stenen gaan wel mee met die inflatie. Want ja, de huren gaan gewoon mee omhoog. Er zit een inflatiecorrectie in. Dus huren gaan wel minder hard mee dan de waarde, zeg maar, de koopprijs. Dat zie je natuurlijk wel zeker nu, omdat dat gelimiteerd wordt vanuit de overheid. Maar in zekere zin gaan die inderdaad ook mee. Ja. Ja. Ja, maar en datzelfde zie je er gewoon bij aandelen. En daarom denk ik ook, die combinatie is gewoon heel erg mooi. Hè? Tussen aandelen en vastgoed. Vastgoed zit of dan ook goed vast. Hè? Dus je kan minder goed zeggen van, weet je wat, ik ga niet even boodschappen doen. Ik verkoop even een paar stenen en dan kan ik op die manier daar de boodschappen van doen. Bij aandelen is dat stuk. Doe je dat wel met aandelen dan? Nou ja, dan zou je bij wijze van natuurlijk gewoon je dividend uitkering. Als het lastig is aan het eind van de maand, dan... Ja, verkoop je even 2 aandelen Shell en dan kun je op die manier... Nee, maar het is heel makkelijk. Het is 1 druk op de knop. En je verkoopt die aandelen. Dus een deel van je geld in vastgoed, een deel in aandelen. Dat is natuurlijk gewoon een hele mooie combinatie. Want een deel is liquide, een ander deel is minder liquide. Dus op het moment dat jij geld nodig hebt voor vastgoed, dan kun je op die manier besluiten om het aandeel te verkopen. Als je een bedrijf hebt of een vastgoedproject hebt verkocht, kun je op die manier beslissen om dat eventjes te parkeren in aandelen, zodat het toch in ieder geval nog een mooi rendement oplevert. Maar ik vind ze ook allebei belangrijk om te hebben in je portefeuille. Daarom wil ik daar nu ook echt mee aan de slag. Maar als je echt zou moeten kiezen tussen vastgoed en aandelen, welke van de 2 zou je dan kiezen en waarom? Ja, ik denk niet dat het een kwestie is van of. Ik denk dat het en is. Als ik moet kiezen, dan zou ik op dit moment kiezen voor aandelen. Omdat ik daar gewoon, ja, daar heb ik al 30 jaar ervaring mee. Dus ik snap een beetje hoe dat werkt. Vastgoed vind ik erg interessant. Alleen, ja, waar ik een klein beetje mee zit, is natuurlijk op dit moment gewoon toch met die inflatie. En dat de rente oploopt door die oplopende inflatie. En daardoor denk ik dat op die manier de hypotheekrente ook op gaat lopen. En dat kan uiteindelijk weer een invloed hebben op de huizenprijs. Want we zien eigenlijk dat sinds de jaren 80 de rente eigenlijk alleen maar is gedaald.
geleden, ja. In de jaren 80, betaalde je 15% rente. Nou, nu ietsje minder. Dus het enige wat mensen eigenlijk gewoon doen, is die rennen naar de bank en zeggen gewoon met mijn salaris, wat kan ik lenen? Nou, en dan gaat die bank dat invoeren in de computer. En komt er een rolt daar iets uit. Nou, hoe lager de rente is, hoe minder of hoe meer mensen kunnen gewoon lenen. En dat betekent dus ook dat ze het eerste de trap op rennen en daar een ton boven de vraagprijs gaan bieden. Nou, dat is uiteindelijk, denk ik, als de rente op gaat lopen, als de hypotheekrente oploopt van 1-2%, betekent dat je dubbel zoveel rentelasten hebt. Ja. Als het oploopt naar 10%, dan denk ik dat heel veel mensen uiteindelijk gewoon toch in het probleem gaan komen. Dus daarom denk ik dat die inflatie op dit moment wel iets is, wat natuurlijk gewoon best wel iets is om goed in de gaten te houden. Het mooie van vastgoed is natuurlijk wel dat je op die manier vaak natuurlijk een deel van die huurinkomsten inflatie gerelateerd zijn. Dus je kunt die corrigeren voor inflatie. Ja. Zeker als je in de vrije sector zit, heb je natuurlijk daar meer mogelijkheden mee dan natuurlijk gewoon als je niet in die vrije sector zit. Maar uiteindelijk denk ik dat dat natuurlijk wel een interessant iets is om in de gaten te houden. Sinds de jaren 80 is die rente alleen maar gedaald. Nu staan we onder de nul. Nou, ik weet niet of de rente nog op -10 komt. Dat denk ik niet dat we dat gaan meemaken. Dus uiteindelijk zal die rente ook weer op gaan krabbelen. Dat zien we nu al een klein beetje gebeuren natuurlijk. Ja, en natuurlijk. Ik ben heel benieuwd, want als dat gaat gebeuren, inderdaad, sommige mensen zeggen, ja, dat kan niet anders om die inflatie inderdaad tegen te gaan. Aan de andere kant gaan er dan echt heel veel overheden en banken gaan gewoon omvallen, omdat ze hun schulden niet kunnen betalen. Dus dat zou wel eens het begin van het einde van dit huidige geldstelsel kunnen zijn. The Great Reset. The Great Reset. Ik weet niet, ongetwijfeld dat we het nieuwe geldstelsel, dat een digitale munt zal zijn. Ik denk dat je daar geen geleerde voor hoeft te zijn om dat aan te zien komen. Waarbij er of een Europese munt gaat komen, of misschien zelfs wel een wereldmunt. Of alle landen een eigen nationale munt hebben. Ja. Ja, het zijn spannende en zeker geen saaie tijden waar we in leven. Ook op financieel gebied. Ik vind het aan de ene kant soms wel een beetje zorgwekkend. Aan de andere kant ook wel heel erg fascinerend en leuk en spannend. Misschien dat mensen die nu zitten te luisteren, want we hebben best wel wat onderwerpen natuurlijk aangehaald. Van aandelen tot vastgoed, maar ook gewoon over het wat grotere plaatje. De inflatie, het geldsysteem. Wat zou jouw nummer 1 tip zijn op dit moment voor mensen om te doen qua investeringen en zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden of te beschermen? Nou, ik denk de beste investering is een investering in jezelf. Hè. Dat is een uitspraak van Warren Buffett en daar ben ik het helemaal mee eens. Dus zeker in deze tijd heb je natuurlijk een enorme verschuiving van kapitaal. Nou, het enige waar je voor moet zorgen is dat kapitaal niet van je afrolt, maar naar je toe rolt. Dus op het moment dat jij meer kennis hebt van wat er op dit moment gebeurt, hè, onder andere gaat kijken naar wat is gewoon cryptocurrency en wat is de blockchain technologie. Hoe zit het dan met vastgoed? Hoe zit het dan met aandelen? Als je daar goed in gaat verdiepen, dan heb je denk ik op dat moment al gewoon een enorme voorsprong ten opzichte van allerlei andere mensen. Ja, die naar het 8-uur-journaal kijken en eigenlijk alleen maar gewoon zien wat, of tenminste denken wat dat ze zien wat er gebeurt. Maar heel veel mensen die zich echt goed gaan verdiepen in wat er gebeurt. Hè, dus luister naar podcasts van mensen die gewoon zich verdiepen in die materie. Lees boeken van mensen die zich daarin hebben verdiept. Spreek met andere mensen die zich ook hebben verdiept in de materie. He, zorg in ieder geval voor dat je je goed gaat verdiepen. Ga boeken lezen en ga ook daadwerkelijk actie ondernemen. He. Ga aan de slag. Zorg ervoor dat je goed hoeveel tijd hebben mensen? Dat is natuurlijk mens eigen om te denken van, oh ja, daar moet ik nog een keer wat mee. Ooit ga ik daar nog een keertje wat mee doen. Hoe urgent is dat nu om hier serieus mee aan de slag te gaan? Want ik heb het idee dat er echt op redelijk korte termijn hele grote verschuivingen en veranderingen aan zitten te komen. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou ja, absoluut. Je ziet al de voorspelling van de World Economic Forum. Die voorspellen gewoon in 2030, you will own nothing. Bezit je gewoon helemaal niks meer. And you will be happy. Dat is wel het voordeel. You will be happy. Weet ik niet of je dan met bepaalde stofjes in je hersenen gaan werken, waardoor je gewoon toch nog een gelukkig gevoel hebt. Maar uiteindelijk zorgt er denk ik gewoon voor dat in de komende periode, en dat is ook al wat ik al zei, het huidige fiat geldstelsel is eigenlijk al over de datum. We hadden het eigenlijk al lang. Eigenlijk in 2007 was het eigenlijk al gewoon rijp om in te wisselen voor. Maar ja, blijkbaar waren ze toen nog niet klaar om die blockchain technologie goed te programmeren. Dus uiteindelijk hebben ze denk ik gewoon de tijd genomen om achter de schermen met een nieuw systeem te gaan werken. Wellicht gebaseerd op het social credit systeem in China. Geen idee wat ze allemaal aan het bekoksten over zijn. Maar er gaan in ieder geval heel veel grote verschuivingen plaatsvinden. En daarom denk ik
dingetje echt goed moet gaan verdiepen in deze materie. Er zit gewoon een grote verschuiving aan. En ik denk niet dat het heel erg lang duurt. Als je kijkt naar de snelheid waarmee dit nu allemaal wordt geïmplementeerd. Ik zou er niet gek van staan opkijken als we binnen een aantal jaren al zien dat er echt gewoon the great reset, die wordt voorspeld, al gaat plaatsvinden. En dat er dus heel veel verschuivingen van kapitaal gaan plaatsvinden. Ja. Dat zie je eigenlijk nu al in het afgelopen jaar. Ik geloof dat de rijkste 1% net zoveel erbij heeft gekregen als de armste 95% van de mensen op de wereld heeft verloren in het afgelopen jaar door die lockdown. De Jeff Bezos van deze wereld, de Warren Buffett van deze wereld, de Bill Gates van deze wereld, die zijn er ontzettend op vooruit gegaan. Die hebben tientallen miljarden erbij gekregen. Terwijl ondertussen het midden-kleinbedrijf heeft ontzettend veel ingeleverd. Ja, die betalen daar letterlijk weer de rekening voor. Ja, een van de eerste stappen die ik zie gebeuren is natuurlijk dat het cashgeld er helemaal uitgaat. Dat zie je nu al, dat er heel erg moeilijk is om ook ergens geld uit een geldautomaat te krijgen of ergens mee te betalen. En we gaan het zien, we gaan het meemaken. Ja. Harm, jij hebt voor de luisteraars ook een speciaal aanbod voor mensen die graag hier meer willen weten over aandelen. Kan je daar wat over vertellen nog? Ja, ik heb een boek geschreven in 10 stappen succesvol beleggen. En dat is inmiddels een bestseller geworden. Dus ik vind het hartstikke leuk om het aan de luisteraars ook aan te bieden. Ze kunnen het gratis bestellen. Het enige wat ik van ze vraag is of ze een bijdrage doen in de verzendkosten. Want ja, als ik 100.000 boeken moet gaan versturen, ik moet er ook de postzegels voor betalen. Dan word ik het ook nooit. Nee. Want dan gaan de kosten natuurlijk gewoon. Dus mensen die dat interessant vinden, die kunnen via beleggen.com/steenrijk kunnen ze het boek bestellen. Dan hebben ze het binnenkort op een deurmat. Het enige wat ze dus hoeven te betalen is even de verzendkosten. En dan krijgen ze van mij gewoon het boek en krijgen ze gewoon thuisgestuurd. Dus het is gewoon echt een fysiek boek. En ik denk dat ze daarmee echt een hele goede basis leggen voor om te ontdekken hoe zit ik zelf in elkaar. Welke strategieën zijn er allemaal? En dan te gaan kiezen tussen welke systemen nou het beste voor hen past. Yes, nou super. Dankjewel voor dat waardevolle aanbod. Wil jij graag dat boek hebben? Ga dan eventjes naar www.beleggen.com/steenrijk. Dan krijg jij dus gratis van Harm van Wijk van beleggen.com de 10 simpele stappen om te beleggen. Wat is de titel precies? In 10 stappen succesvol beleggen. In 10 stappen succesvol beleggen. Nou, succesvol beleggen, dat wil natuurlijk iedereen. Het enige wat jij dan eventjes hoeft te betalen zijn de verzendkosten €6,95. Ja. Dat is dus zo goed als gratis. En ik heb hem zelf gelezen. Heel erg waardevol. Dus ga eventjes naar die site toe en bestel dat boek. Zodat je hier ook echt mee aan de slag kan. Harm, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor dit waardevolle gesprek. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jij ook. Ik vond het ontzettend leuk. Dus het is altijd leuk om je te omringen met mensen die ook gewoon jou kunnen inspireren. En jij hebt mij in ieder geval ook geïnspireerd om met vastgoed aan de slag te gaan. Dus daar wil ik in ieder geval nog ontzettend voor bedanken. Yes. Dus ik hoop dat ik jou ook kan inspireren om ook gewoon echt de volle bak aan de slag te gaan met aandelen. Ja, zeker. En ik ben ook heel blij dat jij in mijn inner circle zit. We zijn natuurlijk ondertussen ook echt vrienden geworden. We zien elkaar ook buiten het beleggen gedeelte om vaak. En dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld van omgeef je met de juiste mensen die al zijn waar jij graag naartoe wil of waar jij graag wil zijn. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En we zien je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.